Goed, we gaan eerst even beginnen met de vragen. Ik was bij de eerste ronde even vergeten aan mijn assistenten even te vragen van wat er binnengekomen was. Dus sorry daarvoor. Ja. Goed, Laribel, wat was het eerste? De eerste vraag die we binnen hadden gekregen ging over het gevoel als tastzintuig. Wat is gevoel als je haat, verdriet en boosheid voelt? En hoe verhoudt zich dat tot tastzintuig? Oké, ja. Ik vind het een hele leuke vraag. Want dit laat eigenlijk al gelijk zien, wat ik ook gezegd heb, dat eigenlijk al het zintuig, alle zintuigen die we hebben, dus twee kanten hebben. Dus tastzin is eigenlijk een hele fysieke, ja. Maar dan moet u goed realiseren dat bij die tastzin gelijk een stuk in onszelf, in ons denken, plaatsvindt, die dus eigenlijk die ervaring van iets aanraken interpreteert. En ik kan u verzekeren dat er een enorm verschil kan zijn of je het een of het andere aanraakt en weet wat je aanraakt. Dat kan dus tot totaal andere interpretaties leiden. Ja? Dus dat is dus eigenlijk tastzin of eigenlijk gevoel, ja, in relatie met aanraken en dat soort dingen meer. Als we praten over verdriet, dan hebben we, en emoties en dat soort zaken meer, dan hebben we eigenlijk veel meer te maken met gevoelens die thuishoren in het middenblok, het lerende deel, het astrale daarvan. En dat we daar te maken hebben met wat we noemen emoties, met de gedachtes van verlies en al dat soort zaken meer en zo, pijnervaringen, et cetera, et cetera. Dus andere vormen van verdriet. En dat we eigenlijk dus op dat gebied, als het ware, dus een bepaalde invulling geven aan gebeurtenissen, die beelden, die ons als het ware vertellen wat de consequenties zijn van deze ervaringen. Iemand is overleden, ja? Dan klinkt het misschien heel nuchter. In de theosofie zeggen we dus eigenlijk altijd, het grootste verdriet zit niet bij de overledene, maar bij de nabestaanden. Want die beginnen dus eigenlijk de situatie vanaf dat moment in te vullen van, die is er niet meer, dat kunnen we niet meer doen, dit kunnen we niet meer doen. En bouwen ze zich zo dus een aantal soms bijzonder sterke beelden op, wat dus heel lang bij ons kan blijven. Ja? Dus eigenlijk het gevoelsgebied, ja, is wat dat betreft eigenlijk ook een vorm van beeldopbouw, maar zij het van een, laten we zeggen, geëmotioneerde kwaliteit. Ja? Dus enerzijds het aanraken, wat we ook gevoel noemen, ja? Maar ook gevoelens die van allerlei geaardheid kunnen zijn. Vergeet niet, ook gevoelens kunnen van een hoog spiritueel gehalte zijn. Hè? Als u ergens komt en u ervaart daar ruimte, verlichting enzovoorts, en er is geen enkel feit en het is alleen maar een soortement indruk die je opdoet, is dat eigenlijk een soortement verheven gevoel. Als je naar een fantastisch beeldwerk kijkt en u kijkt daarnaar, maar dat roept allerlei enorme beelden in uzelf op, dan is dat eigenlijk ook een indruk, een gevoelens die u opbouwt aan de hand van een visuele waarneming. Volgende vraag. Ja, volgende vraag gaat over het menselijk oog. Stel, het menselijk oog zou zich nog verder ontwikkelen dan het huidige stadium. Ja. Wat is daar dan de toegevoegde waarde van voor de mens? Nou, weet u, dat is eigenlijk zoiets van toen we de auto nog niet kenden. Wat zou het uitvinden van de auto voor de mensheid betekenen? Ja? Er is een hele bekende uitspraak van Steve Jobs, de oprichter van Apple. Die zei van, de mensen weten in feite niet wat ze nodig hebben en wij kunnen dat voor hun als het ware bedenken. Nou, dat werd over het algemeen als erg arrogant ervaren. Maar de gedachte erachter is van, als je een visionair bent, iemand die een beeld heeft wat je zou willen maken, waar de mensen mee gediend zouden kunnen zijn, hoef je dus eigenlijk niet te verwachten dat de mensen zelf dat beeld zouden kunnen aanleveren. Ford zei altijd van, als de mensen, als ik had gebouwd wat mijn klanten willen, dan hadden we nu nog met paardenwagen rondgereden. Ja? Dus daar zit dus een belangrijk element dus in om goed te realiseren
dat er een vermogen is met beperktheid. Maar daar ga ik eigenlijk volgende week over praten. Als we zeggen van leren is herinneren. Hoe kunnen we in feite een stapje verder komen dan wat we dus tot heden toe zijn? Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt. Een volgende vraag. Kun je ook dingen waarnemen die je niet kent? Als u een klein beetje luistert naar wat ik heb gezegd, dan moet ik in eerste instantie nee zeggen. Ja? En in tweede instantie geef ik daar volgende week nog een lezing over. Ja? Om te zeggen dat er zijn mogelijkheden om toch dingen aan te raken die we dus als het ware nog niet kennen. Of eigenlijk moet ik dan zeggen, nog niet ver genoeg hebben ontwikkeld. Technisch gezien kan je dus niets leren wat er niet in je aanwezigheid is. Ja? Wat in je als het ware in jezelf is. Theosofie heeft ons geleerd dat we een deeltje oneindig zijn. Of een deeltje van oneindigheid zijn. Dat wil zeggen dat we ook alles in ons hebben. Maar hoe krijg je dat dan te pakken? Daar heb ik dus volgende week een uur voor nodig. Volgende vraag. In hoeverre staat het zuiveren en leegmaken van lichaam en geest in verhouding tot ons ontvankelijk worden voor hogere gedachtenstromen? En wordt dit binnen de TSPL gestimuleerd en op welke wijze? Dit is eigenlijk het antwoord van mijn derde deel. Ja? Maar laat ik proberen uit te leggen. Het zuiveren van lichaam en geest is natuurlijk een uiterst zinvolle aangelegenheid. Alleen, wat wij in de theosofie natuurlijk leren, en dat zal ik ook straks uitleggen, is dat het niet een absolute leegte moet zijn, maar eigenlijk een leegte van die gedachtenbeelden, dus die ontvankelijkheid en gevoeligheid van de lagere kwaliteiten van ons mens zijn en van dat astraal licht. En dat we dus eigenlijk die elementen weg moeten halen. Ja? Als je aan meditatie wil doen, prima. Ja? Dan is de eerste stap van meditatie, zorg nou dat je uit je denken al die dingen krijgt als ik moet boodschappen doen, ik moet mijn wagen nog wegbrengen voor een APK en dit nog en dat nog. En god, ik krijg mijn agenda niet rond op deze manier, enzovoorts, enzovoorts. Dat is een grote mate van onrust. Er komen een hele hoop gedachten binnen. Die moet je eerst beginnen, als het ware, te temmen, weg te werken, stil te krijgen, zodat je ruimte hebt om te denken aan hogere kwaliteiten van het leven, diepzinnige vraagstukken van het leven, en eigenlijk probeert te komen in die hoogst mogelijke kwaliteiten die je als het ware op dit moment nog maar net kan aanraken, maar die het beste moeite waard zijn om die verder te versterken en te laten groeien. Dan maak je je eigenlijk los van al die inkomende, als het ware, lage karakteristieken. Ik heb het al een aantal keer gezegd. Moderne media dragen enorm bij aan van alles en nog wat bij ons naar binnen te krijgen, zonder dat het echt zinvol is. Nog een vraag die heel even weer terugkomt op gevoel als tastzin. Zou je dan ook kunnen zeggen dat gevoelens dan ook gepolariseerd zijn? Absoluut. Als ik mijn geliefde ziet en ik omhels haar, dan heb ik hele andere ervaringen dan als ik mijn buurman ziet waar ik net een vette discussie mee heb gehad. Ja? Dus die interpretatie, dat probeerde ik toen net al op een wat andere manier te zeggen, misschien wat minder duidelijk. Dat dus dat tastzin, ja, die gevoelens natuurlijk heel sterk zijn en heel sterk worden geïnterpreteerd van onze eigen karakteristiek, hoe we tegen bepaalde situaties aankijken. Ja? Wat we wel moeten realiseren natuurlijk, is dat wij vanuit ons, zender en ontvanger, daar als het ware een beeld over opbouwen, een beeld opwerpen. Waar je in de meeste gevallen moet concluderen dat we dus tegen ons eigen opgeworpen beeld aan het kijken zijn, in plaats van dat we echt de essentie zien van de achtergrond van dat beeld. Ja? Hoe komt het dat u problemen heeft met uw buurman en iemand anders helemaal niet? Die vindt het een fantastische vent. Wat zie je dan als je die buurman ziet? Welk beeld krijg je? En wat krijgen die andere mensen als ze dat diezelfde buurman zien en ervaren? Ja? En daar zit dus eigenlijk precies het verschil in. Ja? Wil je spirituele
werelden beter leren begrijpen en kennen, dan moet je eigenlijk proberen die kwaliteiten als het ware op te bouwen, zodat je dus, laat ik het even plastisch noemen, er beter bij kan. We hebben nog een paar vragen ook binnengekregen via de mail. Ja. Eentje gaat over het denken en het bijbehorende orgaan. De vraag is, is voor het denken het brein het bijbehorende orgaan? Ja. Ja. Maar dan moet u wel gelijk even meenemen dat we heel nadrukkelijk stellen dat dus het brein, het stoffelijk deel van dat proces, dus eigenlijk nog niet ver genoeg ontwikkeld is en dat het nog veel verder ontwikkeld kan worden. Maar denk erom, u moet wel realiseren, dat is dan de stoffelijke deel, maar dat er dus ook iets is wat die waarneming, als het ware het zien van beelden, vertaalt naar activiteiten van de hersenen, zodat daar dus acties uit kunnen komen, of dingen die we dus visueel zien, interpreteren en dat vertalen via de hersenen naar ons denkproces, om eigenlijk die informatie te geven wat we zien en welke kwaliteiten we daar dus eigenlijk aan toekennen. Ja? En dat is dus het, wat ik zei, al die 7 organen, de 2 nog uit te werken, die zijn dus eigenlijk wat dat betreft altijd 2 kanten. Een lagere kant en een hogere kant. Ja? Nog een vraag via de mail. Zou je nog eens uit kunnen leggen waarom de gedachtenstromen zich niet bevinden in de mentale gebieden of sferen van de aarde? U gaf namelijk aan dat ze in de astrale gebieden zitten. Ja. Astrale is een algemene term voor de mentale gebieden ook. Ja? Dus als je kijkt, dan is het astrale, om zo te zeggen, het niet visuele, dat is heel grofelijk, dicht bij de stoffelijke kant, loopt het eigenlijk door wat ik heb genoemd de akasha, het meest spirituele, en alle gradaties daartussen. Dus de mentale gebieden zijn dus eigenlijk de gebieden waar wij als menselijke wezens het meest actief zijn en eigenlijk onze beelden over opbouwen. Maar dat mentale gebied heeft natuurlijk ook weer een onderkant en een bovenkant. Dus dat heeft ook een reikwijdte. Maar mentaal gebied is een onderdeel van het enorme reikwijdte van dat astrale gebied, van het laagste tot het hoogste van naar Akasha toe. Nog een vraag over organen die zich ontwikkelen. In deel 1 zei je dat de fysieke organen van Manas en Budi nog nauwelijks zijn ontwikkeld. Ja. Nauwelijks betekent wel een beetje. Ja. Welk orgaan is aan te wijzen als uitdrukking van Budi? De hypofyse. De hypofyse. Maar dat is eigenlijk een heel rudimentair elementje in ons hoofd. Waar ook vele fysiologen zich afvragen, wat is er de nut ervan? Ja? Dus dat is dus eigenlijk het element wat zich ook nog in de komende tijd veel meer gaat ontwikkelen. Maar maakt u zich geen zorgen over die fysieke ontwikkeling. Maakt u zich vooral zorgen over die spirituele kant van die ontwikkeling. Want die fysieke ontwikkeling doet niets anders als het volgen van de spirituele kant van de ontwikkeling. Nog één laatste vraag over het dierlijke denken. Als dit uitgangspunt meer terrein wint, zou dit dan consequenties voor rechtspraak gaan krijgen? Ik begrijp de vraag zelf niet helemaal, maar misschien... Ja, nee, ik begrijp hem denk ik wel. Jazeker, dat heeft het eigenlijk nu al. Ja? We kennen toch in het Nederlandse recht de term niet toerekeningsvatbaar. Ja? En dat geeft eigenlijk aan dat iemand iets gedaan heeft wat dus eigenlijk beneden zijn kwaliteit is, wat als het ware buiten hem om is gegaan. Zoals we nog niet zo lang geleden natuurlijk hebben meegemaakt van iemand die iemand had neergestoken en gewoon zei, ja, ik weet gewoon niet wat me is overkomen. Ik weet niet wat me is overkomen. Ja? Ik heb er totaal geen herinnering aan. Ik zal het ongetwijfeld gedaan hebben, maar ik heb er totaal geen beeld van. Ja? Die rechtspraak, ja, die ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring, is wat dat betreft een hele principiële. En we zouden dus eigenlijk onze opvang en begeleiding van mensen die daar dus op een of andere manier onderhevig aan zijn geweest, dus ook als het ware op een dienovereenkomstige manier moeten trainen
om daar dus eigenlijk weer voldoende grip te krijgen en als het ware die lagere kwaliteiten dus te kunnen beheersen. Nou, daar is veel discussie over. Het gaat niet altijd even goed. Ook hier natuurlijk, de gevallen waar het faalt krijgen de meeste aandacht. De gevallen die succesvol zijn en geslaagd, daar horen we dus eigenlijk nauwelijks iets over. Die gaan gewoon weer terug in de maatschappij en die functioneren dus eigenlijk weer. Ja? Maar in dit geval kan je dat eigenlijk doortrekken naar mensen die dus voor militaire activiteiten gevochten hebben. Allerlei trauma's over hebben gehouden. Die eigenlijk daar precies hetzelfde mee te maken hebben. Op een gegeven moment als het ware overdonderd worden door de kracht van zo'n ervaring, van zo'n beeld wat ze hebben meegemaakt. En op dat moment eigenlijk als het ware niet meer de zaak zelf goed kunnen beheersen en sturen. Ja, goed. Bewust denken. Dat is het laatste deel. En dit is eigenlijk natuurlijk ook de titel van deze lezing van vanavond. Ja? En we gaan daar dus even kijken. We hebben dus duidelijk gesteld. Ja? Wij zijn een combinatie van gedachtenbeelden. Samengesteld door onszelf / onszelf. Kleine letter en een hoofdletter. Waarom? En dat moet ik even kijken of ik dat even makkelijk terughaal, dat schema. Dat. Zo. Dat is dus eigenlijk dit schema, ja. Het zelf met een hoofdletter is dus eigenlijk de overlappende invloed met het lerende deel van de witte cirkel, ja. Dus lagere boedhi, hogere mana's, ja. Hogere kwaliteiten van onszelf, ja. Zelf met een kleine letter is dat deel wat ons bindt met dat vergankelijke, ja. Waardoor we dus eigenlijk ons eigenlijk daarmee bezighouden. En het zijn in feite deze twee, grofweg gezegd, invloedssferen die dus een rol spelen met wat wij in principe zijn. Even kijken, dan moet ik weer opzoeken waar we gebleven waren. Ja. Dus dat is de verklaring van zelf en zelf. Ja? En dat is ook waar we precies onze zender en ontvanger op kunnen afstemmen. We kunnen dus eigenlijk ons denken richten op al die vergankelijke beelden, ja, die te maken hebben met dat uiterlijke en de lagere kwaliteiten, ja, van dus de mentale sferen of dat lagere astrale. Of we kunnen onze zender als het ware stellen op of ontvanger stellen op die hogere kwaliteiten. Ja. Het is een gelijktijdig proces. Dus om uit die sfeer te komen van ik word dus beïnvloed door dit en dat wil ik eigenlijk niet. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat u zichzelf als het ware moet bewust gaan richten op die hogere kwaliteiten, zodat dus die gevoeligheid voor die lagere kwaliteiten gaan afnemen. Ja. Dus ons denkproces is dus eigenlijk gelijktijdig ontvanger, zender en ontvanger. Ja? Van die soorten van gedachten die we willen denken. Als we nou ons even proberen te concentreren op dus dat zelf met een hoofdletter. Ja? En ik noem het hier dus de invloed vanuit de hogere gebieden. Ja? Dan moeten wij daar iets aan doen. Ja? Dan moeten wij eigenlijk onze ontvanger daarop afstemmen. Ja. Als we er niet op afgestemd zijn, ontvangen we dus eigenlijk ook niks. En je ziet in onze literatuur, maar ook in christelijke literatuur met name, wordt er eigenlijk ook over gesproken over inspiratie.
uit het Grieks en dat betekent eigenlijk inblazing. Dus wij kunnen dus eigenlijk uit die hogere kwaliteitsgebieden iets ingeblazen krijgen. Wat kunnen we ingeblazen krijgen? Ja? Ons geweten of eigenlijk iets wat te maken heeft met onze hogere kwaliteiten, ons hoger zelf uit dat onvergankelijke deel. Geweten is altijd iets wat veel discussie opleeft, omdat wij dus in feite moeten ervaren dat het dus een beperkte ervaringen zijn uit onze hogere ervaringen uit voorgaande levens. Beperkte ervaringen uit voorgaande levens, de hogere kwaliteiten daarvan. Ja? Is dus ook per definitie cultureel onafhankelijk. Dus wat we meekrijgen van thuis, dit doe je wel, dit doe je niet, zijn eigenlijk natuurlijk cultuurbeïnvloedingen. Tradities die je meekrijgt, maar die eigenlijk niet is van die universele, grootse ervaringen, belangrijke levenslessen uit voorgaande incarnatie. Het werkt op een bepaalde manier. En je vindt het eigenlijk bij Plato en Socrates al terug, waar die spreken over de invloed van zijn daimon. Ja. Het zegt alleen wat we niet moeten doen. En dat is ook interessant, want het is natuurlijk een beperkte, hogere ervaring uit vorige levens. Dus er zijn best wel een aantal dingen in dit leven waar je nog geen ervaring in hebt, kan het hogere dus eigenlijk je geweten daar je niet in adviseren, want het zou niet weten wat. Ja? Het kan dus eigenlijk alleen maar zeggen wat je niet moet doen. En dat werkt eigenlijk als het ware in zoiets van, je denkt iets wat je zou willen doen en je geweten zegt dat je het niet moet doen. Want hoe werkt dat dan? Dat werkt dan eigenlijk op die manier dat de gedachte, het beeld wat je opbouwt, als het ware weerkaatst op die beelden, die hogere ervaringen uit voorgaande levens en daar niet mee in harmonie zijn. Het reflecteert, zou je kunnen zeggen, ja? Het kan dus niet daarmee in harmonie zijn. Het kan niet worden geabsorbeerd, want het heeft niet die kwaliteit. Het reflecteert, het wordt afgestoten en het is zoiets van, dat moet je niet doen. Dat geweten kan uitgebreid worden, maar dat geweten kan ook, als het ware, lam gelegd worden. Lam gelegd in die betekenis dat als wij dat geweten niet meer gebruiken en daar niet meer mee in harmonie leven, dat het langzaam maar zeker als het ware zijn invloedssfeer, zijn vermogen om actief te zijn bij ons verliest. En na verloop van tijd ben je dus eigenlijk wat dat betreft dus die invloed van het geweten kwijt. We kennen ook de uitdrukking in het Nederlands van je geweten, het zwijgen opleggen en dat soort zaken meer. Dat is eigenlijk een ander woord als tegen beter weten in doen. Ja? En dan weten met een hoofdletter. Ja? Het is trainbaar. Dus als wij in ons huidige leven, als voorbeeld, dus meer ervaringen opdoen van die hogere kwaliteit, daar onze lessen uit leren, dat dus eigenlijk iets van onszelf maken, dan voegen we eigenlijk toe aan het geweten. Zo zullen we dan de volgende incarnatie dus eigenlijk dus ook met dus een grotere kwaliteit, met een dieper, een wijzer, een meer ervaren geweten tevoorschijn komen. Ons hoger zelf helpt dus eigenlijk ook om daar dus als het ware dat op te bouwen en dat geweten dus uit te breiden. Dan moeten we even kijken van hoe werkt dat in de praktijk. Als we voor een probleem staan, een opgave, en we denken daarover na, dan kunnen we daar natuurlijk heel makkelijk op de lagere kwaliteiten over nadenken. De doelerige, de pranische, de gevoelsmatige. Maar we moeten eigenlijk proberen om boven die kwaliteiten uit te komen naar de grotere en ruimere kwaliteiten, het inzichtelijke. Inzicht betekent samenhang zien, niet van een klein stukje, maar van een groter geheel. Dus eigenlijk de keuze waar je voor staat, plaatsen in een veel groter beeld,
Ja? Een beeld wat je zelf als het ware te boven gaat, veel ruimer. Niet vragen wat voor voordeel haal ik daar nou uit, maar bijvoorbeeld de vraag wat is nou het beste voor de mensheid? Wat is het beste wat ik kan doen om mijn medemensen te helpen? Die soort vragen zijn dus eigenlijk van de kwaliteit waar dat hogere zelf dus als het ware antwoorden op geeft en kan helpen je daar dus een inzicht in te krijgen en zo tot een betere keus te komen. Als je nou even kijkt op dit schema, dan heb ik eigenlijk een onderscheid gemaakt. Dat geweten zit dus eigenlijk in het overlappende deel van het onvergankelijke en het lerende. Ja, kwaliteiten die we hebben opgebouwd. Hogere kwaliteiten die we hebben opgebouwd. Ja, en dus inspiratie van het hoge zelf. Eigenlijk iets wat nog veel verder is, waar wij dus eigenlijk bij zouden kunnen komen als wij de juiste kwaliteiten in onszelf ontwikkelen. Waarom geef ik daar zoveel aandacht op? Je zou kunnen zeggen, het werkt gewoon ook op basis van communicatie op resonantie. Heb je geen hogere universele gedachtes in jezelf, kan dus eigenlijk dat onvergankelijke deel als het ware niet resoneren met je. Dus je moet in principe daar een stap op doen en daar dus eigenlijk een begin mee maken. De goede vorm van meditatie, jezelf leegmaken van die lagere kwaliteiten en daar op een bovenpersoonlijke, onpersoonlijke manier naar kijken om te zien wat zou ik moeten doen in deze situatie. Niet de vraag wat is het beste voor mij, maar wat is het beste voor het geheel. Ja? Dus dat is een hele belangrijke stap om goed in gedachten te houden. Ja? We bezitten dus eigenlijk wat dat betreft een fantastische bron die via dat onvergankelijke tot ons kan komen. Hoe kiezen we? Dat is een eigenlijk op zich duidelijk een verwachte antwoord. Ja? Grootheid ligt eerder in het tot uitdrukking brengen van nobele gedachten en niet het alleen wensen van die gedachten. Je kan de meest fantastische wensen hebben. Je kan in je stoel zitten en denken, ik ben een fantastisch spiritueel mens en dit zou er moeten gebeuren en dat zou er moeten gebeuren. Maar in een gegeven moment moet je daar wel uitdrukking aan geven. Oftewel ook de dienovereenkomstige handelingen verrichten. Geeft dat conflict? Jazeker. Want daar breng je altijd in de kwestie van wat denkt mijn persoonlijkheid daarvan? Wat is mijn persoonlijke gewenst? Wat is mijn persoonlijk voordeel? Enzovoorts. En die zou eigenlijk wat dat betreft alleen maar een dienende rol moeten spelen en niet een leidinggevende rol. Ja? Het is natuurlijk duidelijk, om nobel te kunnen doen, moet je ook nobele gedachten denken. Ja? En wij hebben dus duidelijk die reeks van gedachte, handeling, gewoonte, karakter, incarnatie. Doe je dat op de goede manier, met die nobele kwaliteiten, dan heb je dus eigenlijk een incarnatie aan te gaan die ook van een meer nobele karakter is, waar dus het geweten ook sterker en verder van is ontwikkeld. Ja? Het probleem waar we dus eigenlijk voor staan is dat wij natuurlijk met ons denken als het ware een fotografische plaat maken op die innerlijke gebieden. Toen ik dit voorbeeld maakte, realiseerde ik me dus eigenlijk pas achteraf dat in onze huidige techniek en cultuur vele mensen geen eens meer weten wat een fotografische plaat is. Ja? We hebben allemaal een digitale camera. We maken allemaal digitale beelden. En dat we vroeger werkten met een drager waar een lichtgevoelige laag op zat, waar licht als het ware dus kristallen kon omzetten in vorm, ja, en daardoor een beeld kon opbouwen, dat is eigenlijk langzaam en zeker vertrokken. Laten we proberen anders te stellen. U heeft een digitale camera en u maakt met die digitale camera een hele hoop beelden. En u gaat die beelden over elkaar heen zetten. Ja, dan zal het zo zijn dat als die beelden dus als het ware lijken op elkaar of een
variant zijn van het eerste beeld, dan kan je best daar een duidelijk plaatje mee krijgen. Ja? En als je het goed doet, dan zal je die meerdere opname, dan zal het dus de dynamische bereik van de foto duidelijk kunnen vergroten en de kwaliteit enorm kunnen verbeteren. Maar als u die camera gehanteerd hebt op het moment niet geconcentreerd, maar dus wat gezwabberd en in gedachten dus eigenlijk langzaam maar zeker aan andere dingen ben gaan denken, en je zet die plaatjes over elkaar heen, dan zal u best begrijpen dat daar geen helder beeld uit komt. Dan wordt het eigenlijk ook voor ons heel moeilijk. Wat wil eigenlijk bewust denken dan zeggen? Bewust denken wil dan in feite zeggen dat wij in staat zijn om heel bewust, ja, zelfbewust, dat zenden en ontvangen te sturen. Alleen die gedachtes denken die wij dus de moeite waard vinden om te denken, die in het algemeen belang zijn, dat we dus overeenkomstig alleen die beelden binnenkrijgen en dat we derhalve dus ook, als we daarmee te maken krijgen, hele eenduidige beslissingen voor onszelf kunnen nemen waar twijfel als het ware geen enkele rol meer in speelt. Twijfel in keuzes wil zeggen dat je voor jezelf een aantal beelden hebt opgebouwd die dus mogelijkerwijs over hetzelfde onderwerp gaan, maar waar dus de eenduidigheid en de kwaliteit als het ware behoorlijk van verschilt. Dus bewust denken, ja, wil dus eigenlijk zeggen sturen van het denken en niet gestuurd worden in dat denken. Zelf bepalen wat er binnenkomt, daardoor zelf bepalen wat eruit gaat, daardoor zelf bepalen met welke gebieden je in het astraal gebied je als het ware identificeert en waar dus eigenlijk jouw karakter als het ware opgeslagen ligt. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Ja? Heel bewust schilderen wat u zelf wenst te schilderen, want elke gedachte die u denkt heeft dus zijn consequenties. Volgende week gaan we met u praten over leren is herinneren en gaan we dus kijken hoe dat je dus eigenlijk buiten het sturen van dat denken, ja, want dan heb je dus eigenlijk met leren is herinneren, moet je dus ook dat denken kunnen sturen, ja, met dat sturen van het denken, welke gebieden we kunnen bereiken, waar welke kennis uit te halen is en hoe dat we eigenlijk duidelijk als het ware onze inzichten, onze spirituele mogens kunnen vergroten. Dit is het einde van het derde deel. We hebben nu even een korte pauze. Dan heeft u gelegenheid om uw vragen te stellen. Die ga ik als het eerste beantwoorden. En dan sluiten we af met de kayatri en de laatste opmerking. Goed zo. Oké, Lalibel, zijn de vragen binnengekomen? Ja, zeker. In ieder geval twee. Als de mensen weer hun geweten hebben, dan hebben we toch ook geen wetten meer nodig? Dat is dus een gedeeltelijke juiste conclusie. Want ik zal het u proberen uit te leggen. Al die gewetens van al die mensen zijn niet van dezelfde kwaliteit en hoeven dus niet hetzelfde gebied te overlappen. Maar om het even iets anders te benaderen, maar wel in dezelfde lijn. Als we allemaal zouden leven overeenkomstig die invloedssfeer van onze hogere natuur, dan zouden we het vanzelfsprekend vinden om een aantal dingen te doen. En dus eigenlijk hebben we ook geen wetten nodig. Wetten, zoals het heden ten dagen ontstaan, komen dus eigenlijk altijd achteraf. Als het falen, als het ware, al aangetoond is. Ja? Al te veel zich heeft voorgedaan. Dus Lao Tse zegt, doet de wetten weg en er zullen geen misdadigers meer zijn. Dat kan je oppakken als van, dan kan iedereen zijn gang gaan. Ja? Maar wat de bedoeling is van de Tao Te Ching, want het is dus Tao in praktijk. Ja? Dus zijn deugden is Tao in praktijk, niet zomaar iets, maar in praktijk. Als je vanuit dat hogere leeft, ja? Doe je dus eigenlijk vanuit het hogere het goede. Mogelijkerwijs op een beperkte manier. Maar dan kan je in ieder geval ook begrijpen als het dus met andere mensen in een grotere visie, in een ruimere visie pakt. Oftewel, dan is jij beperkte manier van zien
niet in conflict met dat grotere, maar kan je mogelijkwijs de beperkte rijkwijde ervan begrijpen en zo. Dus ja, als iedereen volgens zijn hogere natuur, en ik hoop dat dat identiek is aan zijn geweten, zou leven, zouden we geen wetten meer nodig hebben. Volgende. Nog een tweede vraag. Ook over het geweten. Als een afkeer uit vorige levens is opgebouwd, is het dan beter hiernaar te luisteren? Of om te proberen die ervaringen opnieuw tot leven te brengen, vernieuwen en het geweten te corrigeren? Ik kan deze vraag eigenlijk op twee manieren beantwoorden. Als u bedoelt met afkeer in de betekenis, zoals ik zei, van je doet iets wat niet in harmonie is met je geweten en daardoor eigenlijk een soortement nee tegen je zegt, ja, dan zou je dus daar naar moeten luisteren en je moeten afvragen, waarom doe ik dit en zou ik dit niet veel beter kunnen doen in een veel beter algemeen belang, om dus eigenlijk wat dat betreft veel meer de universaliteit daarvan aan te raken. Als je bedoelt met afkeer de persoonlijke afkeer, ja, dan moeten we natuurlijk zeggen dat het geweten niet wordt opgebouwd uit persoonlijke afkeer, maar dat het geweten wordt opgebouwd uit die bovenpersoonlijke, universele, spirituele ervaringen uit voorgaande levens. Die zijn beperkt. Dus het geweten kan niet in alle situaties, als het ware, reflecteren en zeggen dat je het niet moet doen. Het feit dat het geweten zegt dat je het niet moet doen, geeft al eigenlijk gelijk aan dat je iets doet wat lager is dan je beste kwaliteiten. Ja? Dus dat geeft al eigenlijk te denken van waar ben ik mee bezig en moet ik daarmee doorgaan. Ik hoop dat dit duidelijk is. Hè? Dus geweten, spirituele, universele ervaringen uit voorgaande levens, maar die zijn beperkt, want we zijn groeiend en ontwikkelend. Daarmee iets doen wat niet in harmonie is, wijst af. Persoonlijke afkeer wordt in feite niet in het geweten opgebouwd. Dat is een element van de persoonlijkheid en dat pikken we misschien wel op. Maar dat zijn wel dingen waar we overheen moeten leren kijken en moeten denken van waarom is die persoonlijke afkeer er en wat speelt daar en hoe zou ik daar overheen kunnen komen. Goed. Oké. Dit waren ze? Oké, goed. Dan gaan we dus volgende week praten over leren is herinneren. En ik sluit nu af met onze Kayatri. Gouden zon, symbool voor het onvergankelijke deel, onze hoge zelf genoemd. Al die ervaring is daar. En als u eigenlijk dit even kijkt vanuit de sfeer van die kennis is er, die wijsheid is er, dan krijgt deze Kayatri ook een hele andere invulling, CQ-betekenis. Hij luidt als volgt. O gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons gemoed en vervul onze geest, omdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het denken, met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht. Als u aan de hand van deze lezing of voorgaande lezing nog vragen zijn gekomen in de tussenliggende tijd, stuurt u die gewoon naar info@lovatiehuis.org. Vragen@lovatiehuis.org. Dan ga ik ze als eerste beantwoorden volgende week woensdag, als ik begin dus aan de lezing Leren is herinneren. Ik dank u wel voor uw belangstelling.